De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM bestaat vandaag 55 jaar en ze heeft op een feestelijke wijze haar 11e lustrum herdacht. De viering begon met een dankdienst, verzorgd door verschillende religieuze leiders. Hierna hebben enkele sprekers, onder wie SLM-directeur Robbie Lajmising en minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme het woord gevoerd. De bewindsman is ervan overtuigd dat de SLM zal uitgroeien tot een luchtvaartleider in de wereld. Hij riep het personeel op zich te blijven inzetten voor het bedrijf. Volgens Welzijn zijn er lopende afspraken met Nicaragua. De vorige week zaten wij met het team in Nicaragua. En de president van Nicaragua heeft gevraagd om rechtstreekse vluchten van Paramaribo naar Managua. En er is een potentie voor SLM om deze mogelijkheid te benutten. En er is een raamovereenkomst en wij zullen die moeten invullen. SLM-directeur Lajmising legde de nadruk op de toekomst van het bedrijf. Volgens hem staat de vliegmaatschappij voor een aantal grote uitdagingen. De regionale vloot moet vervangen worden, de 737-300. Daar loopt het leasecontract van af in oktober, november. We zijn bezig met het infaseren, het uitkijken. En dan kijk ik naar meneer Sandy, meneer Cairo, meneer Gonesh. Naar het aanschaffen van 737-700. En we zijn aardig ver gevorderd. En de komende weken zal dat besluit genomen moeten worden. Ja. Wat de Mid-Atlantische route betreft, daar zijn we bezig nu al studies te maken om te kijken dat we daar met tweemotorige vliegtuigen gaan opereren. En dat zal wel een 777 worden of een Dreamliner. Niet dat een Dreamliner, daar dromen we van. Een Dreamliner is een 787. En daar dromen we echt een beetje van. Ze hebben naar Wisani, naar Unusani. En ik vraag het volk van Suriname om de SLM te ondersteunen, zodat we werkelijk naar grote hoogte kunnen vliegen. SLM is mijn leven. Omdat ik er al 27 jaar werk. Het is mijn enige en enige werkgever tot nu toe. En het zal ook mijn enige blijven. Ik ben van plan bij de SLM te blijven. 35 jaar, wat zegt u aan de Surinaamse gemeenschap? Aan de Surinaamse gemeenschap wil ik vertellen, SLM, alle medewerkers die voor de SLM werken, doen heel hard hun best. Ze moeten echt met ons vliegen. En net wat de directeur zei, echt door alles heen. We waren er gewoon altijd. De samenwerking, gewoon alles samen doen. En onze schouders eronder. Dat heeft ons gemaakt wat we vandaag aan de dag zijn. En daar ben ik heel erg trots op. Dat is mijn leven. Ik was in dienst voordat de SLM officieel was opgericht. In 1959 ben ik in dienst gekomen bij de SLM. Dat waren enkele werknemers van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. En daarvoor hoor u ook directeur Robbie Lajmising. De SLM viert vandaag haar 55-jarig bestaan.